Hallo. Wat je daar hier? We staan hier bij een viaduct. Auto's liggen allemaal kombo's, allemaal gebruikt. Ja, daar. ja, we zijn hier een beetje auto's aan het kijken. Beetje bij de snelweg. Komt nu echt gewoon geen ene zak aan. Hierboven ben ik trouwens voor gisteren of eergisteren aangehouden vanwege niks. Eerder gisteren. Ja, was een Volvo. Gisteren mocht je niet weg, ja. Ja, eergisteren. Deze man zit alweer op zijn telefoon te niksen. Nee, ik ben even wat aan de screenshots aan het doen. In ieder geval leuk dat jullie vandaag. Misschien horen jullie me niet omdat het zo druk is. Wat hoor, zie je niet? Toen net was het nog drukker, maar. Toen net was het erg druk. Reclame! Reclames! Ik heb reclame. Kijk, reclames! Ja, reclame hoor, dat is mooi. Dikke reclames. Worden je niet voor betaald? Denk je niks aan van die drie camera's die er hangen? Heb je niet zoveel aan? Nee. Kom even bij drie auto's, vier aan. Autospotters.nl! Ah. Wat zijn? Autospotters.nl! Ah. Ik zie wel even een filmpje naar Tinder, de andere filmpje is echt niet echt. Hij is niet echt. Mislukt. Hij is niet echt een van de slimste. Nee. Hij is ook niet echt een van de handigste. Ik heb trouwens wel de hele tijd mijn hoofd schuin, waarom dat doe ik niet. Zullen we Vliegtickets.nl! Zullen we gaan zo'n bos gaan? Wat? Een bos. Nee, maar dit zijn niet gewoon filmen. Even reclame maken. Hier liggen allemaal rotzooi. Hier ligt een gebruikte kombuis. Pak je jack. Ja, pak je jack, jongen. Ligt hier van alles. Er liggen wel iets van 5 condooms of zo hier. Nee. Maar laten we daar even bij laten. We gaan hier dit stukje bos in. Straks gaan we daarin. Danny, kom. We gaan lekker via de stekels. Gaan we omlopen? Nee, we gaan omlopen. Oké, we gaan toch omlopen. Lekker treintje. Ja! Wauw! Heb je boven? Oh ja. Gaat makkelijker misschien. Maakt niet uit, die kan je ook langs. Auw! Ik krijg even een tak tegen mijn arm aan. In ieder geval leuk. Om een filmpje te kijken. Hij heeft weer een pakje zak gevonden. Dan ga ik hem oppakken. We lopen hier even in een stukje bos naar boven. Zo, gevaarlijk. Nou, ik ben in ieder geval hier zo aangehouden. Naar boven. Met 2 groepjes. 5 mannen van de politie. Wat? Ja, ik zag het fout. 4 mannen en een vrouw. Waarom zoveel? Weet ik niet. Ik moet bitten. Wacht, geef het aan mij. Ja, ik sta hier ook nog aan gaan. Flesje kapot gooien. .nl. Hè? Hij leeft nog. Ja, weet je, ga op de wereld. Kijk dan, hij leeft nog. Is het niet eens een kras? Ja. Oh, 1 doekie. Ja, ik denk en dat werkt wel, hè? Voor een hond plassen. Dit is een hondgeluid. Ja, ik deed even een hele slechte impressie van een hond uit in de verte. Kijk maar eens hoeveel rom hier beneden ligt als je goed kijkt. Allemaal rotzooi. Hij is een stukje van de dik gaan openen. Nou, we gaan nog even verder kijken. Of gaan we nu dat andere stukje bos in? Weet niet. Ja, de glazen ligt schijt, rot op. Dit is de rol van flesje, hè? Ja,
Dan ligt daar een hele stuk drol met heel wat wc-papier. En het zag Danny bijna te laat, stapt hij er bijna in. Dan probeert hij dat dingetje nog even extra te vermoorden. Domme hoen. Lekker trapje af. Dikke omweg trouwens. Dik zak, hier kom. Wauw. Nou, ik heb de dop gevonden. Is nu geplet. Hoe lang gaan we de video maken? Lang. Wauw. Leuk. Maar dit is in ieder geval de eerste video die op mijn kanaal komt. Ja. Ik ben Milan. Danny. Ja, Grappetje Terror, a.k.a. Ja. Danny. Grappetje Terror is mijn YouTube naam, Danny is mijn echt naam. Nou krijg je lekker niet te weten. Ja, ik kom niet helemaal van die gek op mijn Facebook aan. Die ik niet ken. Zijn Facebook is onbekend. Ja, dat is Danny laagstreepje onbekend. Ja. Ik heet Milan laagstreepje onbekend. We hebben geen zin om tientallen mensen op ons Facebook te krijgen die we niet kennen. Instagram mag je wel doen. Zet ik straks wel in de beschrijving. Mijn Insta, grappen, laagstreepje. Ja, die... straks. Gaan we hier nog in? Laagstreepje straks. Ja. Laagstreepje straks. Pas op voor die. Ja, hier ligt een hele grote, mensenkak. Ik ga dat liever niet laten zien, is niet handig voor de video. Ik krijg zo'n tak even lekker in mijn nek. Ik weet niet of jullie het horen, maar daar al in de verte blaft een hond voor niks. Ja, die gaat even naar een kakatoe blaffen. Ik weet, het camera wordt even verwisseld met hand, maar ik heb soms nogal een moeie hand. Ja, sorry, we zijn er bij een kampvuur. Nee, er zijn al een paar takken. In dit stukje bos zijn we al geweest, het andere stukje heel even. Maar we zagen hier een boomhut. Die er best wel geinig uitzag. We kunnen er in ieder geval niet in, want de trap is compleet gesloopt. Kijk maar. Het is gewoon compleet weg. Dus daar kunnen we niet heen. Zat er wel in. Die man daar gaat even privé dingetjes doen. Hij moet pissen. Hij gaat even schijten. Nee. Gaat even plaatsen. Chic. Hoe je het ook wil noemen. Maar dit kan je een soort van zien. Een soort introductie. Introductievideo. Of vlogvideo. Dus. Ik kan wel even vragen als we nog even ergens anders naartoe gaan. Maar. Hey Duitser, gaan we nog ergens anders heen? Weet ik veel. Dus gaan we naar die uitkijktoren waar je het over had. Nou, blijkbaar gaan we nu naar een uitkijktoren. Hij weet waar het is, ik er niet. Sorry. Ik woon al 13 jaar hier in Meppel. Met 13 jaar. Kom in Meppel, ben in Meppel geboren. Bijna alles. Ik heb mijn camera trouwens wel een beetje laag staan af en toe. Zie je de Wipke Bosjes, man. Wipke Bosjes, schijt. Hij probeert met een tak een appel te slaan. Nou, we gaan in ieder geval weg van de viaduct. We zijn al te lang geweest nu. Als je trouwens, als je misschien goed had gezien, loopt hij met een shaggy in zijn mond. Hij rookt al. Ja. Terwijl die 15 à 16 jaar is. 16 à 17, daar heb je geurde. Oh, dat mag ook. Weet je, ben ik al lang geweest. Ik doe het zelf ook, maar... Nou, ga jij maar voor. Lekker, lekker fietsen, filmen. Kijk als dat goed gaat.
Nou, we gaan blijkbaar een hele weg gaan fietsen, dus lange rit voor de boeg. En toen was ik weg. En toen dachten we na. Take a wheelie, jongen! Oei. Lekker hand wisselen. Oei. Het is echt lekker zonder handen. Ik heb geen eentje. Hoi, Tip en Willy! Gaan we rennen. Ik kan het zelf niet. Maar ik ga hem dit op mijn bek. Ik hoop dat jullie al genieten van deze video. Ik ga nog vele van zulke video's maken. Wat een saaie praatvideo's. Ja, echt. Ik weet nu al niet waar we heen gaan. Hij wil in ieder geval. Hij wil wel weer gewoon. We gaan niet echt zo lekker ruiken nu. Dat is wel. Hij wil een potje, maar ik ga het niet. Je hebt geluk. Dat jullie er nu niet zijn. Nou. Ga een hobbel weg, joh! Ah, kut! Ik gleef op aardig uit. Ah! Nou, daar ging ik. Volledig op mijn weg. Wauw. We gaan volgens mij over een soort waterbaan. Ik moet een beetje rennen. We gaan over dit water slotje naar de overkant. Ja, die wou ik eigenlijk, daar wou ik altijd al naartoe. En daar heb ik hem eindelijk gevonden. Die gaat zwaar, jongen. Gewoon de fietsers om te gewoon tegen de rand aan zetten. Ja. Nou, je komt wel een beetje dichterbij. Ja, ja, je fiets aan de ene kant, ik aan de andere kant. Ja. En waar moeten die uitkantoren zijn dan? Dat is wel achter. Ja, laten we daar maar niet heen gaan, want als ik even zeg, dan heb ik een plekje. Oh, doei. Dan gaan we al andere keer naartoe. Ja. Ik ben dichterbij. Ga erop springen. Oké. Oké, dit ga ik niet redden. Nou, ik ben erop. Ging alleen een beetje kut voor Danny. Nou, als jij even de fietser erop wil zetten. Wat? Laat maar even lekker mee. Die vlot die drinkt niet weg of zo. Wat, ik weet wel. Zet die lekker. Nou, fiets op de vlot zetten. Je klept je dicht, joh. Hij draait weg! Ik ben erop! Pak je fiets maar! Je moet hem wel aan de andere kant doen, hè? Ja. Hey, lekker op het vlotje gaan slaan! Hey, ik heb even een vraag, zit de rug een beetje op die bonnen? Oh, nee. Serieus niet? Nee. Ik ging net volledig op mijn bek, kijk mijn wiel. Hoi! Jezus! Nou, nu gaan we lekker op het vlekje. Ja, hey, zullen we gewoon midden op het water gaan chillen of zo? Ja, we gaan op midden op het water gaan stilstaan. We hebben toch niks te doen. Dan gaan we even Q&A'tje doen met z'n tweetjes. Ja. Hoi! Hou zo op, joh, met dat water. Nou, dan zetten we het nu neer. Ja, dan moet hij eigenlijk stil. Ik zie een dobber! Lol. Daar ligt een oranje stukje, ik weet niet als je hem kan zien. We zijn echt pleurig nu bij de kant. We doen nog een beetje verder het water in. Ja, even, hè? Ik ga nu trouwens lachen als er nu een boot aankomt, want die kan er nu gewoon niet meer langs. Ja, stop maar. Ah, een klein stukje zou echt
Leg jullie even op de grond, hoor. We staan serieus in het midden nou, hè? Ja. We staan nu op midden van het water. Gewoon letterlijk te niksen. Aan de ene kant, ik aan de andere kant. Ja, ik heb trouwens een heel erg klein kut vestje aan. Het water kan niet echt gewoon naar boven. Oh ja! Mijn schoenen! Het hele vlot zakt gewoon naar beneden. Ja, hey. Nou, het wil niet. Nou, wij staan hier wel lekker. Okay. We hebben beloofd om even een Q&A'tje te doen. Wat? Als je daar bent, dan is het niet laag. Hoe jij dat in de vlot gaat zoeken? Nee, mijn schoenen! Er zit gewoon water in dat vlot, what the fuck. Hé, hey, onder. Ja. Maar we zouden even een Q&A doen met z'n tweeën. Ja. Over een beetje wat voor dingen we zo meestal doen. Ja. Zullen jij ons ook vlog gaan opstarten? Mij maakt dat niet uit. Ja, ik moet trouwens nog eentje online gooien. Hey, ja, ik weet het, maar hij ziet er niet uit bij vanmiddag een beetje zwemmen. Mijn ook niet. Dat lukt me niet. Ik zit meestal de hele dag binnen, maar... wij gaan misschien de volgende keer als ik ga vloggen. Misschien nog wel een paar vloggen daarna. Ga ik kloten op een boot. Met deze gabber, man. Hey. Man, maak toch een lekker foto. Ah, ik maak een foto met Tim. Hij zei van, is het leuk met Milan? En je komt niet met mee. Ja, we gingen via Dirk. Hey, niet naar de kant toe doen, joh. Onjo. Ja, we zitten echt letterlijk op het water. Dus als we letterlijk hier al gaan staan, het hele vlot zakt gewoon in. Het is wel lekker rustgevend als je hier gaat zitten en er komt niemand. Dus als je gewoon een keer rust hebt, kom naar Meppel en ga op dit vlot staan. Het maakt niet uit dat jullie vandaan komen, maar... Dat vind ik echt trouwens best wel vrij, dan gewoon tegen een camera gaan lullen. Ja, dat is fucking dom, maar goed. Ja. Hey, kan ik jou even de locatie dus sturen waar ik nou sta? Ja. Voor als we hier een keer heen gaan of zo, dan weten we waar dat is. Ja, ik weet wel waar het is. Oh ja! Nou, waar we zijn maar langs moeten en alles. Oh, dat weet ik ook wel. Ik heb ook even gestuurd. Oh, nou, zo, dan krijg ik een berichtje. Even kijken hoe ver we zeg maar, op water staan. Kijken of wie dat ze voelen. Ik heb een berichtje, locatie gekregen van Danny. Dat ding dat ze. Wat Ik had trouwens blauwe ogen. What the fuck is dit? Kijk ik dan. Had blond haar. Kijk. Ik had blond haar. Is dit niet een gaan ook? Nou, mooie locatie. Dit was er nog eerst niet, hè? Wat? Dit. Er zette er gewoon een stukje van de regen. Waar is Wally? Wat? Wat dan? Wally! Nee. Kijk hoe domme je krijgt. Hij zit even lekker op zijn telefoon. Ja, ik moet Wally zoeken. Wally? Dat ja, Wally. Wally. Dat is een mafkees. Eentje van Riesbond. Dat is een H-pensioen. Ik heb zelf een krantenwijk. Hij werkt bij Riesbond. Stage. Ja, stage. Ja. Ik wil het niet echt werken. Voor school. Ja. Ja, ik kan Wally toch Ik kom even naar de overkant. Ik wil ook even mee loeren. Vriend. Hey. Ik kan Wally niet vinden. Ik ben normaal, je hele fietsje gaat in de weer. Moet je alleen eerst Wally zoeken of mag je ook eerst die andere? Weet niet. Zoek Wally. Nee, dat is wat ik zei. Jawel, ik wil doen. Nee. Hij wil Wally niet vinden. Ja, ik wil het wel vinden, maar dat is veel te moeilijk. Want ik heb mijn bril dan ook niet op. Ja. Maar de navigatie die zegt dus dat we echt letterlijk midden op de race staan ofzo. Ja. Wat, is dit de race? Ja, dit is de race. Dat wist ik niet. Daar in de verte zie je zo'n droge eend. Wack! 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 Dat is een eende geluid van Danny. Imitatie van een eend. Kok! Het gaat trouwens letterlijk om... Nou ja... 5 over... Kijken naar mijn vlog. Mijn naam is Danny van Vlaag. Het is Milan's eerste video. We staan hier midden op de race. Omringd. Heel water, en onze fiets. Ja, mijn fiets staat hier, Dennis fiets staat daar. Mijn jas ligt hier, zijn jas hangt daar. Super dure jas. 90 euro, grappenweb.nl. Reclame.
Ja, lekker reclames. Ik heb mijn jas bij Spanje weg. Kom, ga kijken of ze het ding omhoog kunnen krijgen. Ja, er ligt te veel water op. Ja, echt hè. Nee, het wil niet. Water is te sterk. Hey, zullen we de fietsen gewoon aan de overkant zetten of zo? Gewoon, Ja, dan kunnen we in ieder geval nog makkelijker leunen. Ja. Gewoon een beetje naar de overkant toe lopen. Hey, wacht, kunnen we dan een beetje niet de fietsen daar neerzetten, omdat we toch die kant op moeten? Terug! Godverdomme. Maar bijna aan de overkant mogen we weer terug. Ik bedoel, zijn we een beetje hier op dat ding. Wat mechanisme ook. Echt? Sorry dat jullie misschien mijn borstkast zagen, maar... Zo'n ding tillen kost veel werk. Hé, hey, misschien kunnen we hem nou tillen. Ja, eerst wil ik mijn fiets eraf halen. Zo, mijn fiets moet er af. Ja. Pak ik zo. Bro. Mijn jas pakken. Wegwezen. Hij heeft een telefoon. Ik nam bijna zijn telefoon mee. Ja, dat ding is niet van mezelf, hè. Ik nam bijna die telefoon van hem mee. Ja, kijk, hier best wel even vlog af. Ga nog een beetje kloten. Wat dan? Scooby-dooby-dooba! Nou, hij stopt in ieder geval met filmen. Ik blijf nog even lekker doorgaan. Ja, ik heb er geen zin meer in. Dat ik net eens meer kracht zet met touwtrekken. Hé, hey, touwtrek ding weer. Nou, kan ik hem hier misschien opzetten? Ik kan er ook inzoeken. Nou, maakt niet uit. En zal ik helemaal anders aan touw trekken? Gaat net zo lekker. Nou, ik hoef niks te doen. Hey, hier is er staan. Hier is er best twee staan. Wacht. Danny en Mila aan touw trekken. Deel 1. Hey, zullen we zo proberen om dat stuk omhoog te krijgen? We zijn aan de overkant. Gaat die stap liggen? Oh nee. Wat een hond! Ja, hé, hey, als nou dat stuk daar op de kant hangt en dat probeert omhoog te tillen. Ik kan hier echt niet aan de overkant hoor, met die telefoon in mijn vin. Lekker hang, man! Van touw! Het doet alleen een beetje fucking pijn aan mijn reet, omdat die touw in mijn reet zit. Ja, ik zit op het onderste touw, dus Klote hond. Ja, en dan gaan we... Zo! Godverdomme. Ja, dan gaan we... Ik sprong vanaf daar helemaal hier. En dan was het gat nog een stukje groter. Hé, ja, dan gaan we die kant gewoon daar op de kant leggen en dan gaan we optillen. Want net hing dat ijs ook al slap. Geef hem door! Nou, dit is weer touw trekken met Danny en mij. Ja. Hartstikke gezellig. Het ding gaat niet echt heel snel. Nee, goed. Met Dutch Riders is hier ook geweest met scooters. Dutch Riders zijn gewoon... Zesde met de scooters. Er zijn een paar mensen die met scooters en motor gaan kloten buiten. Scooters. Zo, gaan we doen. Mijn telefoon komt in het water in. Het telefoon gek! Mijn schoenen. Oké, nee, wel. Godverdomme. Oké, dan proberen we dit ding omhoog te krijgen. Milan! Ja! Dat
Dat ding moet niet trekken. Nog even. Wat? Zit dat ding buur vast of zo? Nou, ik ga wel weer proberen. Wacht, nu mag jij een keer springen. Nee. Ja. Ik ga hier staan. Nou wacht, ga jij nu maar filmen even voor me en ga ik even springen. Oké. Okay. Doe maar even een beetje in wacht. Nou kijk eens. Dus we steken op voor Mila. Ja, tot de ver dan. Trek zelf maar, daar gaat waarschijnlijk binnen. Kut. Ik lig hier verkeerd, trek zelf maar. Oh ja. Nou jongens, ik sta dus achter de camera, ga met je terror. Hoi. Oké. Sjoem! Ik weet niet of ik het goed of film had. Oh. Ja, ik was meer naar jou aan het opletten. Zal ik een beetje dichterbij de hand? Ah, nee, de dit is kuif! Nou, goed filmen. Ja. Daar houden we van. Lekker reclame. Reclame, op lijn! Ik zat er bijna het water in. Nou, als we dan wel te water gaan, ik heb de telefoon alles in mijn broekzak. Nou, als ik te water ga, ben ik compleet nat. Kijk eens wat te lachen. Oh, ja, dat wel. Ik wil even de telefoon in mijn broekzak hebben. En zoals met z'n twee gaan springen. Ja, wacht even. We gaan proberen alle twee. Vanaf daar. Door te springen. Ja, ik glij hier al weg. Ja, Danny mag het zakken, gaan bepalen. Ah, niet heel ver. Kijk maar naar mijn zolen. Ze zijn plat. Ja, niet voor mij ook. Dat is echt een kleine grip. Niet even mee. Nou, zo. Ja. Nou, Danny gaat eerst. Ik ga natuurlijk gewoon weer een stukje verder. Ja, maar gek, ja. Oh, kak. Ja, zo later. En waarom komt dit dan gaat op zee? Kijk eens gelijk! Als de water gaat, is mijn eigen probleem. Water, dit gaat weer op zee. Ach, maakt niet. Shit, lekker! Oh, wat gaat ver! Hey, wat als ik nu aan de touw ging hangen? Denk je dat ik dan te water ga? Nee. Niet? Nee, ik ga het niet proberen in ieder geval. Nou, Danny, geef hem meteen gewoon nog. Zullen ik voor de vinger in het beeld? Nou, ik zit wel lekker. Ik zit hier even lekker op touw. Ik zit hier vanaf boven op het vlot, anders zak ik door. Zo. Kut, dat gaat weg! Ja, ik had een ding gekregen dan. Yes. Wat probeer je nou? Ja. Spring dan! Ja, ik had het niet zo ver! Jawel! Nee! Dat is een klein stukje, man! Ik kan niet zo ver springen! Kan ik nog! Ja, dan ga ik te water! Doe dan maar! Kijk dan! Ren dan! Ja, rennen! Wil je hier dat... Kijk dan, ik ga hier... Nou en! Doe ik ook! Ik loop te water! Doe het, Martin! Oké, zo doen we gewoon dit en op naar herspringen. Ja, aan de andere kant dan. Ja, we gaan naar de andere kant. Ja, ik ga hier even aan touw hangen. Ja, mag. Ja, joh! Wat is er dan? Oké, dit gaat niet goed. Oh, ik heb het in mijn Harry! Oei! Oh. Dit hele touw boven me gaat omhoog. Mijn grop ging zitten met mijn dikke reet. Nou, het is best wel een lange intro-vlog. Nou, boeien. Het wordt een beetje donker, dus het wordt een beetje slecht zicht, maar... Ik wil ons... zomaar een lab in de buik gaan, ik wil veel zwemmen. Nou, straks pak jij even zijn zaklamp erbij. Ja, lampje van de fiets. Nou, zijn lampje van mijn fiets mag ook. Nou, dit hele eind kan ik, dit hele eind kan ik niet springen. Hey, fucking bubbel. Maar ook een grote bubbel. Kunnen jullie het zien? Nee, oké. Okay. Hij is weg. Godverdomme. Hij valt goed verder. Nou. Nah. Ah, dat is een ding, ja! Lukt het? Een beetje.
Gaan we weer afspringen? Gaan we alvast een beetje naar de overkant. Hij moet er hierheen? Nee, die kant. Oh. Ik ben al te graag. Oké, gaan we nu verder. Waarheen? Je zakje je lamp halen. Oh ja. Gebruik voor de auto licht. Ja, de auto licht helpt niet echt. Hij helpt niet echt zo graag mee. Ik wil kijken tot er veel water kan komen als ik zo heen en weer ga. Ik ben lekker aan het filmen, lekker aan het trekken, maar... Het leek verkeerd, maar goed. Ja, ik ben mezelf aan het aftrekken. Nee hoor. Ziet er een beetje raar uit in de video. Nou, ik ga jullie van de overkant. Ah, fuck dat. Gewoon zo'n stukje. Nou, ik heb een lampie. Dat is weer. Oh. Nou, ik heb nu wel de goede. Hij is niet echt een van de slimste vandaag. Als het een beetje donker wordt, dan kan ik even bijschuinen. Middel nou, water dit doen. Ja, nu gaan we de ding even middel water doen en dan gaan we even Q&A'tje doen. Ja. Wat we net al hadden bedoeld. Ja. Water gaan doen? Help dan! Ah, oh, zo dat! Oh, sleep uit. Nou, het is wel goed zo. Nou, ik ga hier in ieder geval zitten. Voel me pas op, joh. Hij probeert me af te maken. Ik heb een zwart paddat. Je zit hier wel lekker hoor, maar... Help eens mee! Hou dat ding helemaal vast, want die glijdt hier weg. Dit gaat kut. Hartstikke kut. Wacht, doe hem gewoon zo. Zie je al dat water dan? Ja, bij mij komt er al op. Ja, ik heb een natte zakken. Zie je ook gewoon die stroming? Pietje wordt gebeld.